welkom bij Katholiek Nederland. Ik ben Roderick van Heugen. Nederland is veel katholieker dan het zelf vaak denkt. Maar het zit vlak onder de oppervlakte. Het zit in de wortels, in onze geschiedenis. En vandaag werp ik een blik op de katholieke geschiedenis, de katholieke wortels van Barneveld. Zult u denken, Barneveld, dat is een heel protestants plaatsje. Maar juist hier, in het hart van Barneveld, hierachter staat een standbeeld van een prominente katholiek die aan het einde van de 15e eeuw een heldhaftige daad verricht, waarvoor ze hem nog steeds eren. Het gaat om Jan van Schaffelaar. Jan van Schaffelaar is een aanvoerder van de zogenaamde kabeljauwen. En die strijden al een eeuw lang tegen de hoeken. Het gaat natuurlijk veel over geld en over macht. Maar tegen het einde van de 15e eeuw is er nog een probleem bijgekomen. De Utrechtse bisschop, David van Bourgondië, is verjaagd door de hoeken. Hij mag de stad niet meer in. De kabeljauwen die het opnemen voor de bisschop proberen Utrecht op de knieën te dwingen door voedseltransporten op weg naar de stad tegen te houden. En Jan van Schaffelaar is één van die mensen die dat doet. Hier in Barneveld komt het echter tot een dramatisch treffen met de hoeken. Jan van Schaffelaar wordt de toren ingedreven, verschanst zich daar met zo'n 20 man, terwijl de hoeken van beneden met kanonnen de toren onder vuur nemen. En dan is het natuurlijk de vraag, wat gaat er gebeuren? Beneden wordt Jan van Schaffelaar belachelijk gemaakt voor zijn geloof en zijn trouw aan de bisschop. Zijn vertrouwen op Sint Maarten, de patroon van Utrecht, en de aanvoerder van de hoeken die schreeuwt naar boven. Ach, wat heb je er strakjes aan als je hier dood tussen de puinhopen ligt? Wat heb je dan aan die trouw aan die bisschop? En het lijkt alsof het eigenlijk alleen maar slecht kan aflopen. Er is één voorstel van de hoeken en dat is... Ze roepen naar boven, naar de manschappen van Jan van Schaffelaar: als jullie je leider naar beneden gooien, dan gaan jullie vrijuit. Dan sparen we jullie leven. En Jan van Schaffelaar neemt dan een dramatische beslissing. Hij zegt tegen zijn manschappen: ik moet toch een keer sterven. Hij klimt de toren op en springt naar beneden. En offert zo zijn leven op om het leven van zijn manschappen te redden. Het is eigenlijk wat Jezus in het evangelie zegt. Er is geen grotere liefde dan dat je je leven geeft voor je vrienden. En daarvoor wordt Jan van Schaffelaar tot op de dag van vandaag hier in Barneveld geëerd.